Welkom bij een nieuwe aflevering van Op z'n Bakkes. Het lijkt alsof het gisteren was dat we hier zaten, want volgende week zaterdag 3 juli is het al terug een nieuwe UFC. UFC 276 live in Las Vegas. Het is Israel Adesanya, de staalbender, die zijn titel bij de middengewichten gaat verdedigen tegen Jared Cannonier. En in de co-main event is het Alexander Volkanovski, die zijn titel bij de featherweights gaat verdedigen tegen voormalig kampioen Max Holloway. Het is een goede kaart, maar dat is voor straks, want zoals we vorige keer gemerkt hebben, zo'n beetje praten over ons leven. Mensen hebben dat graag, hè? Zeker. Ik ga uit de kast komen. Ik heb een kater. Maar ik ben hier omdat ik jullie graag zie. En omdat ik UFC wil representen. Maar het gaat wel moeilijk zijn vandaag. Het is echt... We missen thuis. Ik heb u gisteren gezien toen je nog oké was. Ja. Ik wil dat wel even zeggen. Jij zag er ongelooflijk goed uit. Dank je. Ik zat op een terras en jij kwam er met zo'n schoon wit t-shirtje aan. Eigenlijk ook cool op een backfiets. Gewoon een schone vent eigenlijk. Hè? Ja, dat wordt gezegd. Ja. Ja. Maar ik zie nu ook de nafoto nu eigenlijk. Mijn witte t-shirt is wat vuil geworden. Nee, ik heb echt super harde koppijn. Maar ik kan jullie niet missen. Hè? Wat heb je gedaan? Ja, zo met op café en zo. En dan met BV-vrienden? Niet veel. Nee. Met een paar machinisten van een NMBS. Nee, gewoon pintjes drinken en zo. En weinig slapen, want ik moest boterhammen smeren voor mijn kinderen om 8 uur. Dus ik heb weinig geslapen. En ik ga nog eens uit de kast komen. Ik heb 1 apenpok, ik zweer het. Kom dichter. Ik zweer het. Jan, kom eens dichter. Ik ga niet dichter komen. Ik zweer het, dat is een fucking apenpok. Ik was naar hier aan het kijken, ik dacht puisje. En ik heb dat dan op Google opgezocht. En dat is een apenpok, maar het is er wel maar 1. Ja, ik zie het nou ook wel van hier. Oh, mijn hart, jongen. Ja. Is dat voer voor een nieuwe reeks van patiënt Pedro? Nee, maar dat is voer voor alle ons biedt ook wel wat pokken. Allee, dat is mega... Ik heb aan een kus gegeven er juist. 2, want ik vond die eerste niet goed genoeg. Dat ik... Nee, ik ben eerlijk, ik heb 1 apenpok en we gaan zien hoe dat evolueert. Misschien zit ik ze biedt. Dat gaat zo een pok met een shirt, hè. Oh... Er zijn ook tickets gekocht voor UFC Parijs, heb ik gehoord. Ik ben er niet bij. Hoe komt het? Ja, vertel eens. Andries, wat kan er belangrijker zijn dan UFC dan Parijs? Job. Met je beste vrienden. Ik heb na 4 jaar podcasten geleerd dat je alleen maar kunt overleven in podcastlandschap als je de waarheid spreekt. Dus ik ga dat ook doen. Jij hebt 2 apenpokken. Technisch gezien meer zelfs. Nee, James the Musical. Wat? Ja, dan Alex, die zit in James the Musical. De mensen die ook Welcome to the AA volgen, die waren erbij toen James Cook wel op slinkse wijze. Maar ik kan ook wel zeggen, ik heb ook wel respect voor de kerel die zo iemand voor de kerk kan spannen. Ja. Ik heb dat nu live gezien. Die gast is er zeer, zeer goed in. Zeker. Dan Alex kon niet terug. Zit in het nieuwe seizoen. Wanneer is de opname? Exact die dag. En ja, vanuit een soort moreel support moet je maar je ook kunt die musical in de octagon doen na de fights, hè? Dan doen we het in Parijs. Meel die productie nog in, ja? Daar zit je al er ook in, hè? Dat weet je. Dus als Tui Vassa tegen Gant tot bloedens toe daar de strijd van zijn leven is aan het doen, dan zit jij ondertussen naar een folklore versie van Nothing Else Matters aan het luisteren van Alex zijn leven. Ik wou iets smart ijzerig terug zeggen, maar dat is het inderdaad. Nee, ik moet zeggen, ik kwam wel binnen dat je ook denkt, what are the odds, dat weer juist dan is. Maar, ik vind het jammer. Maar het is een goede excuus. Het is een goede excuus en ik heb ook wel met mijn fight club regeltje toch de Jan kunnen regelen dat jij tickets hebt gekocht. Maar ik heb gehoord dat er ook nog eens een upgrade bij komt, de keer dat ik er niet bij ben. Dat, we hebben een goed gesprek gehad. Dus ik zat... wanneer is het? Eergisteren iets gaan eten met de Sam. En ondertussen was de Jan tickets aan bestellen met uw login. De professor. Zeg even wie dat de Sam is. Want nee, Sam Kerkels, onze baas eigenlijk. De lange, hè? De lange. De lange van Miet. Dus wij waren ondertussen iets gaan eten. En ik was ondertussen live met de Jan aan bellen, die enorm zacht praatte. Dus ik dacht, allee, ze zijn nu enthousiast om mij te horen. En ik zat op café, op de restaurant. Ik zei, kom, bestel die tickets. En dan denk ik, Rob. En ik zeg, waarom praat je zo stil? Waarom was jij zo stil aan het praten, Jan? En mijn zoon was net aan het slapen, dus ik moest een beetje rustig zijn. Ja, en Robin was nogal, come on! Bestel die tickets, man! Er waren dus 2 opties. Ofwel de superdure tickets op de ground floor. Hey, mensen, dat ik denk dat
dat kost belachelijk veel geld. Ofwel, ja, zo wat de nosebleeds, die zijn wel een pak goedkoper. Allee, maar nog altijd duur. En dan zei hij, ja, dat is toch wel duur. Kom, een pak die goedkoper. Ik dacht, oh. Dus ik tegen de Sam, kom Sam. Ga er niet mee. Dus Sam, oh ja, dat is goed. En jij betaalt de dure tickets. Oké, ja, dat is goed. Dus Sam gaat onze tickets. Echt? Het verschil betalen tussen de goedkope en de dure tickets. Dus we hebben eigenlijk goedkope tickets. De goedkope waren ook nog niet heel goedkoop. Nee, maar dus wel nog... Ik weet niet of ik blij moet zijn of geschoffeerd dat de Sam niet alles betaalt. Wat? Dat is de opperhoofd van Op zijn Bakkes. Ja, ik zeg gewoon ontdekken die keer dat ik er niet bij ben. Ja. Is het niet eens maar, denk, maar ringside zit, octagon side zitten. Eerlijk, kunnen er niet onderuit, maar het is gewoon UFC, dat is uw vak, hè. Kun je dat toch niet... Wat kiezen, UFC of musical? Er kan nog veel gebeuren, net zo dit en 3 september, denk ik. En ik koop een klak voor u, van de UFC. Hey, by the way, die klak, ik wou er even iets over zeggen. Ik had Graspop afgelopen weekend. En het was afgrijzelijk tropisch weer. Ja. En ik, normaal ben ik iemand die nooit zonnebrand en dat soort toestanden. Maar met ouder te worden en af en toe naar een dermatoloog te gaan, ben ik toch ook wat te doen. En ik heb uw UFC-pit gedragen. Dat is een keigoed pit. Maar ik vind eigenlijk, achteraf, vind ik ook dat we u er niet genoeg voor bedankt hebben. Nee, niet. Jij wel, maar hij niet. En hij heeft ze op eBay gezeten. Dat is niet waar. Die liep weet je wat? Ik gaf die klak aan de Robin. Ik kan niet zeggen hoeveel pounds dat kostte. 30, 40 dus minuten. Dus jij, dank u, dan Alex, dank u, de Robin. Maar dat is lelijk. Ja, waarom heb jij die zwarte gepakt? Ja. Hallo Robin, ik geef u net een pit van 8 miljard pond. Ja, dat was gewoon de mottigste klak die erbij was. Ze hadden ook van die retro-klakken, die waren wel graaf. Maar dat was echt zo, ja, ik weet dat niet. Ik had het gevoel dat je er ineens een Venom-broek bij moest dragen. Met die klak. Venom tracks, full kit. Die had ik ook gekocht, maar ik die heeft ze niet afgegeven. Maar dat zou zo goed zijn. Maar UFC of niet? Ja, zeker. 276, Israel Adesanya tegen Jared Cannonier. Ja, het is wel al bij al een heel goede kaart, denk ik. Ik heb gezien dat dingen er ook bijgekomen is. Cowboy Cerrone zijn eigen ook nog op de prelims. We zullen beginnen van boven. Is Adesanya te kloppen? Nee. Goh, jawel. Ik denk zeker wel, ja. Ik vind dat hem... ik zeg nee, zij zeggen ja. Had ik nu ja gezegd, zij zei nee. De Jan Blachowicz fight moeten we misschien niet te hard aan tillen, want dat was een gewichtsklasse omhoog. Maar ik vind dat hem in die twee fights erna... beatable is misschien het verkeerde woord, maar toch niet meer zo overtuigend is als het hem was in zijn run naar de titel. Ja, de laatste fight tegen Whittaker vond ik heel close. Zouden zelf kunnen scoren naar Whittaker als je bepaalde rondes die close waren aan hem zou geven. Dus ik zie niet in waarom dan een Jared Cannonier dat ook niet kan doen. Want hij had ook een close fight met Whittaker bijvoorbeeld. Hij is supergoed, ik ben een grote fan van hem, maar unbeatable is hem is het zeker niet. Maar dat is ongelooflijk. In mijn hoofd is hij echt unbeatable. Mm-hmm. Extreem lenig. Die kan dingen dat niemand kan. Die heeft alles. En je denkt dat dat een smallen is? Totaal niet, hè? Nee, zeker. Sterk, groot, supergoeie striking. Heel goed defensief worstelen ook. Zeker tegen de kooi, maar misschien een paar gaten kunnen ze niet echt noemen, maar mindere stukken van zijn spel. Met zijn grappling op de grond en zijn worstelen in het midden van de kooi. Dus ja, dat zijn de punten waar de Cannonier mogelijk kan scoren. Hij is heel sterk. Oorspronkelijk eigenlijk op heavyweight gestart, dan naar light heavyweight gezakt en nu op middleweight. En ja, mega huge nog altijd voor het gewicht. Dus ik denk dat hem wel zeker voor een goede fight kan zorgen tegen Adesanya. Ja, ik denk ook... Wat deze kaart ook symbool verstaat is een beetje. Je hebt een andere fight, Strickland tegen Pereira. En dat zal de contender fight worden waarschijnlijk. Ja. Ik denk, Pereira, dat is de man die Adesanya al twee keer heeft verslagen eigenlijk. Hè. En goed, hè. En echt, ja. Eén keer echt knock-out. Ja, overduidelijk. Maar 20 jaar geleden. Het is wel een UFC kickboxer. Years, dat is katten. De mensen die niet mee zijn, Adesanya een enorm kickbox verleden, was daar ook heel goed in, maar heeft daar eigenlijk een Achilleshiel gast en dat is die Pereira. En dat zijn vieze knockouts. Ja. Zeker een van die twee is echt... Maar die Pereira is ook een grillige type, zo. Ja. Maar poef. Hey, ik kijk eigenlijk nog meest uit naar Strickland Pereira, eigenlijk. Denk ik. Maar dan gaan we ze beat naar komen. Ja, ik weet het, maar... Ja. Dus... Het is wel interessant om te zien wat de volgende matchup zal worden, inderdaad. Inderdaad. Dus, want
hoe kijkt het daarnaar? Als die, hey, Adesanya, ze hebben het hem gevraagd. Hè, van, hey, laten we er dan uitgaan dat de wind tegen kennen hier, wat ik denk dat gaat gebeuren. Kok. Maar ik vind Strickland Pereira een moeilijke fight om te voorspellen. Maar stel Pereira, Adesanya, als je al zo 2 keer verloren hebt tegen iemand, denk ik, hey, dat is toch, dan moet Adesanya voor het eerst toch wel zoiets hebben van, amai, die gast, hey, hoe ga ik dat benaderen eigenlijk? Of deze keer ga ik hem echt bij, ja. Maar het is wel in zijn game. Is wel gestegen, toch ook? Ja. Maar wat is het verschil? Want dat zijn 2 strikers. Wat is eigenlijk het grote verschil nu? Want hey, veel grappelen gaat er waarschijnlijk niet aan te pas komen. Wat gaat het grote verschil dan zijn als je in een octagon staat, MMA, tegenover kickboksen eigenlijk? Ja, de duur van de rondes, kleine handschoenen dat je draagt, dus je kunt minder rekenen op je dubbele dekking, dus echt je handen gewoon voor je gezicht houden om stoten te blokken. De afstand is helemaal anders, hè. Dus je vecht kickboksen in een ring, dus er zijn 4 echt uitgesproken hoeken waarin dat je mensen kunt vastzetten. In een kooi is dat veel minder, omdat het is een octagon, dus je hebt wel hoeken, maar die zijn niet zo scherp. Dat zijn een aantal factoren waar ik nu direct aan denk, dat echt wel een verschil maken in hoe dat je in een positie kickboksen. Die blijven ook dicht bij elkaar staan. Je moet engagen constant. Terwijl MMA, en zeker een Adesanya, die gebruikt heel de kooi, beweegt heel veel. Trekt u in vallen eigenlijk die dat hij aan het zetten is. En dat is met een kickboksmatch soms moeilijker om te doen. Omdat je hebt maar 3 minuten om te vechten, 3 keer 3 is dat. Bam, 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 bam. Je moet engagen, voor elkaar staan en traden. En een Pereira die ongetwijfeld harder slaagt als Adesanya, heeft in zo'n omgeving wel een voordeel, dan denk ik. Terwijl Adesanya misschien meer de sniper is. Afstand, punten scoren, snelheid, daar is... Ook wel de ervaring, denk ik, als kampioen. Hè. Hij is echt een superster geworden. Het ook niet onderschatten. En je zegt, ja, er gaat misschien niet weinig grappling aan te pas komen. Hij heeft daar wel ook het voordeel nu. Dus misschien is het voor hem eens een keer de kans om eens te zeggen, oké, ik kan ook wat clinchen. Ik kan ook eens een keer met een takedown scoren. Want hij werkt daar ook heel hard op. Hè. Hij is er heel goed in. Het is alleen niet zijn A-game. Dus hij gebruikt dat nu niet zo tegen een cannoneer of zo. Gaat hem niet shooten, maar waarom niet tegen een Pereira of zo? Ik dacht dat hij op eenzame hoogte stond. Ja, ik snap wel het cannoneer gegeven, maar ik gewoon met cannoneer heb, maar ik heb dat met alles. En ik zeg niet dat ik er altijd mee gelijk heb of zo, maar ik vind altijd... Ik heb moeite om... iemand het voordeel te geven die niet foutloos is. En cannoneer is daar niet. Ik heb dat ook altijd... Adesanya, als je het puur in de UFC ziet, de Blachowicz fight, vind ik inderdaad ook iets anders. Mm-hmm. Was trouwens ook geen leuk gevecht. Blachowicz, zijn strategie was heel duidelijk. Ja. Maar op middleweight, ik kan daar niet tegen stemmen. Ik bedoel, cannoneer vind ik iemand tegen Brunson bijvoorbeeld. Eerste ronde was bijna gedaan. Dat is een beetje een comeback kid-achtig figuur. Een heel coole figuur. Ongelooflijk getalenteerd. Maar ik zie daar wisselvalligheid in. En dat vind ik bij Adesanya voorlopig nog niet. Dat klopt, ja. Daar volg ik u wel in. Maar zie je ook misschien in een cannoneer een beetje Blachowicz en een gameplan proberen kopiëren en wat meer takedown scoren. Is dat niet heel harde size? Low kicks. Is dat verschil in size? Ja, maar de cannoneer is wel van, echt... Die komt van light heavyweight. En je neemt die kracht mee. Was de kleine light heavyweight. Hè? Was wel, een dikke heavyweight. Een mollige light heavyweight en nu in een super... Volgens mij is Blachowicz, dat zijn zo die types. Wat is dat? Ryan Bader. Want ik heb die ooit gezien. Dat zijn andere frames. Dat zijn heavyweights die kutten bijna. Die zijn gewoon zo net niet, maar... Ik denk, als je die naast elkaar ziet, dat je toch verschiet, denk ik. En gaan jullie heel een tijd over gevechtsport praten? Nee, maar echt waar, dat is hier dat heel een tijd. Fight, striking, grappling. Allee, mensen... Sorry, hè? Ik zeg gewoon wat de mensen thuis denken. Hè? maar ik zou zeggen, onderbreek gerust. Hè, sorry. Nee. Maar gaan we de kaart eens bekijken? Want het is ook een vechtpodcast. Dus misschien... Ik denk dat we... Ik ben er eigenlijk niet zo pumped voor. Ik volg ook wel Robin. Ik vind dat we die moeten doen waar ik totaal niet pumped voor ben. Ik vind dat een schoon kaart op vlak van namen. Maar Holloway, Volkanovski, ik geef dat eerlijk toe. Ik zal dat kijken, uiteraard. Maar ik vind dat... Het is voor mij echt de laatste kans voor Holloway om... Ik ben er wel excited voor. Ja, ik wil dat ook zien, maar net om wat je zegt, dat dan gedaan gaat zijn... Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Holloway iets gaat doen. Maar de tweede fight. Ja, in mijn ogen had Holloway gewonnen. Ja. Ja. Ja, ik vind dat ze heel hard aan elkaar gewaagd zijn. De eerste fight was duidelijk voor Volkanovski. De tweede zou ik eigenlijk voor Holloway scoren. Wat is er dan gebeurd? Volkanovski is gedropt toch de eerste ronde? Gewoon over het algemeen.
ik denk dat veel mensen erover eens waren dat hij misschien in de tweede fight had gewonnen. En dat ja, als je dan naar rondes. Het jureringssysteem in MMA is soms een beetje flauw, vind ik. Hè, omdat je naar die rondes moet kijken in plaats van naar het compleet gevecht. Maar ik vond dat hem. Het is ook een reden waarom ze hem de derde kans geven nu. Want normaal gezien, als je er twee verliest, krijg je de derde kans niet. En iedereen was zowel naar de tweede fight van... Ik vond dat meer omdat ze niemand anders hadden, eigenlijk. Allee, ik bedoel, je moet zien, we hebben ze Volkanovski moeten geven. Korean Zombie, de vorige keer, dat was ook bloedarmoede. Niet bij de Korean Zombie, maar op het einde wel. Maar ik vond dat... Wat er gaat gebeuren is dat... Als Volkanovski wint, gaat hij naar de lightweight gaan, waar ik echt heel erg naar uitzie. Ja. Want dat is voor iedereen wel een zware noot om te kraken in lightweight. Dus ik denk, Holloway weet het ook, ik moet deze winnen nu. Denk je niet dat hij stopt nadien? Wat kan hij nog doen nadien? Wie Holloway? Is hij niet... Ja, maar ik ben helemaal niet... Ik ben totaal niet mee in die... Dat is goed. Niet overeen. Dat is dan altijd dat... Want Holloway nu, dit zijn twee laatste fights tegen Cater en Jair Rodriguez. Tegen Rodriguez was... Een beetje closer, een beetje slordiger, maar tegen Cater, mega prestatie. En inderdaad, als hem nu tegen Volkanovski verliest en Volkanovski blijft op featherweight, dan is zijn verhaal daar een beetje afgelopen, maar hij is nog maar juist 30. Maar ik zie hier vooral dat hij een tof gezin heeft en zo. De goesting misschien een beetje over. Ik denk dat je echt waar, want ik volg je uiteraard. Die ziet veel in. Die geniet van het leven. Ik denk niet meer dat hij er keihard nog voor leeft. Daar volg ik ook wel in, maar hij kan het ongetwijfeld. Tuurlijk. En die twee laatste prestaties tonen dat aan voor mij. Maar ik zie ook wel een beetje wat jij ziet. Als in van, ik heb een knappe madame, een toffe zoon, misschien nog een kindje. Ik zit op Hawaii. Ja. Waarom nog al dat sparren en al die kloppen krijgen? Pen wordt binnenkort maar een gouverneur. Maar ik vind het tof dat je het zo zegt, want ik kon ook niet strijden te strijden. Ik snap ook wel wat je zegt, maar ik... Ik vond het gewoon, ik had zoiets, Price fight. Ja, ik een derde keer, misschien denk ik ook een derde keer, ben ik er ook niet zo... Ik vind dat die divisie iets nieuw moet krijgen. Ook het feit dat Volkanovski ook al dat champ ding aan het doen is. Met wapens? Ze staan er gewoon met twee echt boven, vind ik. Ja. Want als je ziet, inderdaad, Volkanovski tegen Korean Zombie, dan zeg je, oké, levels to this. Ja. Ja. Next level Volkanovski en er is voor de rest buiten Max Holloway. Ortega was nog een test, maar die vind ik een beetje dat hij een klein beetje gefaald heeft. Hij is een fenomenale, coole gast. Je wilt dat hij dat is, maar zo net niet. Ja, nee. Niet tegen die toppers Holloway. Die staan er gewoon boven. Hoe zie jij Holloway tegen Oliveira of tegen Makachev of zo? Nee, niet Holloway, sorry. Volkanovski. Ja. Beter dan Holloway in ieder geval. Het gaat een beetje... Op aankomen van dat gewicht, denk ik. Die 5 kilo verschil, dat klinkt misschien niet heel veel, maar die frames zijn toch wel anders. Zeker een Makachev of een Oliveira zijn toch 1,80 meter plus solid gebouwde mannen. Ja, je geeft wel wat reach op en zo ook. Hè. Dus, Jan, ik wou nog iets vragen, want ik moet binnen 8 dagen aan een tv-programma meedoen in een huis, waarin dat je constant wordt gefilmd. Ik zou nog graag weight cutten. Hoe werkt dat? Dus... Zit jij Big Brother? Komt dat terug? Nee, maar even serieus. In een jacuzzi. Daar zitten 2 dagen in dat huis. 2 dagen mager zijn. Hoe is dat? Vocht verliezen? Zie je er dan magerder uit? Of hoe werkt dat? Ik zie er wel magerder uit, maar niet beter. Want dat trekt ook veel uit je gezicht. Echt? Dus, misschien zijn dat geen apenpokken, maar is dat buikgriep en 2 vliegen in 1 klap. Nee, maar kan het nog? Ik zou graag 5 kilo, want optisch gezien zijn er dan 5 kilo afvallen op een week. Ik heb wel wat trucjes voor u dat we kunnen proberen. En we gaan die online zetten? Dat kan wel. Er zijn nog mensen die willen weten. We hebben al alles gedaan, behalve over MMA. Dus we kunnen er even een lifestyle dingen. Hoe valt de 5 kilo af als je naar een trouw moet? Je kunt niet in een kostuum 5 kilo. Ja, dan komt het erop aan om vocht te verliezen en koolhydraten uit je lichaam te trekken. Dus laag in koolhydraten, laag in zout, heel veel water. Laag in zout? Ja. Waarom? Omdat zout vocht ophoudt in je lichaam. En dan... Ik doe het altijd op mijn frieten. Maar dat is veel zout. Is zout. Maar minder frieten kan ook helpen. Alleen nog wat frieten zonder zout. Want Jan heeft gezegd, en dat is wel de professor, hè.
Maar dat is een zeer tijdelijke wisselies, hè? Dus vanaf dat je... Maar je hebt 24 uur en je rookt niet in je kostuum. Wat goeie vraag. Wat come on, lifestyle. Dwingende vraag. 24 uur. Kan dat doen? Zegt mij wat ik moet doen. Tonijn kussen? Niet eten niet meer? Ja, dat kan zeker helpen, ja. Om, ja, maar zie dat je maag dan begint zo de... Je wilt je maag leeg en je wilt zoveel mogelijk volume uit je lichaam, dus dat gaat alleen met vocht. En je darmen laxeren of zo? Ik kan ook helpen, maar ik weet niet of dat zo zou helpen met je... Maar zie dat je zo het zilveren papier, de sauna... Ja. Zo. Ja, dat is een versnelde manier om ook uit te drogen, maar... Als je dat nooit niet gedaan hebt, is dat misschien niet zo slim. Je gaat je niet zo goed voelen op je trouwen. Dus, je kunt misschien in je kostuum... En dan begin je te zapen. Ja. Je moet dat maar eens opzoeken. Op internet kun je van alles kopen. Hè? En dat heet sauna pants. En dat is gewoon een soort opblaasbroek dat je op kantoor in de stekker steekt en dan zit je in de sauna. Heb je dat gekocht? Nee, maar dat... Dus dat kun je eigenlijk constant aandoen. Ik vind dat wij hier ooit wel eens moeten zitten in zo'n maar zoek dat eens op. Dat is echt geweldig. Sauna pants. Dat is zo'n precies een opblaas rubberboot, reddingsbootje. En dan gaat die inzitten en dan valt af terwijl je je boodschappen doet online of weet ik veel. Maar je valt niet echt af, hè? Je verliest gewoon vocht. Hè? Maar ik wil gewoon dat vocht 2 dagen verliezen en als het klaar is, terug vocht nemen. Ja. Maar ja, dat zit er niet in je pens, hè. Hey, pens. Welke pens? Net als je dat vocht uit je lichaam trekt, dat vocht zit eigenlijk in je spieren. Zie, dus. Jan, dat zie je ons hier zitten? Met 4, dus, kom aan. Ja. Dus bij deze, aan de producer, aan de ontwerpers van het sauna pens, stuur ons 4 sauna pens op, alsjeblieft. Ik vind dat het een beetje Baywatch is. Ja, ligt dat op mij? Ik dacht dat hoe is dat, jongen? Was dat de Russische versie van Baywatch? zo dat die ook niet komen. Ah, morgen. Zo. Hoe gaan we nog beledigen? Of moet dat er straks uit, Robin? Heel het Russisch volk beledigd. Nou, omdat we toch over Russische en dubieuze praktijken bezig zijn, misschien een perfecte segue om naar de middelste fight op de kaart te doen. Sean Strickland tegen Alex Pereira. Ja. Ik denk dat wel een apart hoofdstukje is. Twee middleweight, Sean Strickland. Een gast ook al lang bezig is. Een gast, ik heb hem ooit gezien, denk ik, helemaal in het begin. Een beetje een kleurloze figuur, denk ik, zo op een van die Engelse cards. Ondertussen ook wel naar buiten gekomen met een interessant verleden en backstory. Echt trash, man. Ja, zalig. Toch? Robin? Ja, er zijn toch al genoeg kleurloze figuren in de wereld, juist. Ja, die een houdt niet zo van kleur, hè. Ik heb het indruk, hè, Sean. Nee, dat lijkt me wel zo heel, als hij even in een bak zit, dat hij er snel buiten zou komen met wat swastikas of zo. Ja, dat werd. Maar het is wel een grave vechter op zich. En, ik heb die gisteren op de Sphinxen voor gezien. Echt, die zat in zo'n attractie. Maar dan moet ik keilang hoog hangen, want die forensen zijn natuurlijk bezig beneden. Dat bakje moet... Ja, dat is een lang verhaal. Oké. Ja, en ik denk tegen Pereira dat wel echt een supervet gevecht geworden. Daar kijk ik wel echt naar uit. Zij, Sean Strickland zegt altijd dat hem de mens tegenover hem letterlijk wilt vermoorden. En ja, echt? Ja, dus dat is, hij wordt veel commentaar opgegeven dat je dat eigenlijk niet mocht zeggen. Ja. Maar de man trekt zich niet aan. Die gast is ook zo textbook slechte jeugd. Allee, abusive, alcohol, alles op. Is ook neonazi geweest in zijn jeugd. Heeft dat ook toegegeven? Het er ook zo... Heeft hem er eigenlijk afstand van genomen? Of heeft hem het gewoon Maar Robin, jij zegt net, dat is een code, denk ik, dan dat je dat niet mocht zeggen van ik wil u doden. Maar Conor heeft dat bij Khabib toch ook gezegd? Ja, dat was ook niet oké. Okay. Ja, dan met tijd dat iemand zegt, I'm gonna kill you, man. Maar het echt menen, hè, blijkbaar, dat doet maar, het ook niet. Is zo trash talk van I'm gonna kill you is nog iets anders van... I would love to kill a guy in the octagon. Ja, dat is Strickland's gezicht. I want to be the first guy to kill someone in the octagon. Dat is wel zo'n beetje van... Oh, nee, man. We zijn ook maar aan het werken hier. Relaxed een beetje. Maar hij heeft geen filter en dat heeft hem inderdaad... Want dat is zo'n beetje onder de radar. Want hij heeft wel een toffe vechtstijl in het zin van dat hij het niet erg vindt om geraakt te worden en zo. En zo van, ik wil brawlen. Maar voor de rest is het ook niet... Vind je mega, vechter, ja, nee, het is niet dat je puur voor zijn highlights gaat zitten. En nu zijn Twitter-game en zijn interviews hebben hem wel van... Je wilt hem ofwel zwaar lappen zien krijgen, ofwel vindt het gewoon wel leuk van iemand dat echt real is en geen filter heeft. Dat is Colby. En zegt wat hem wilt en wat hem denkt. En ook al is het mega
Politiek oncorrect, hij zegt het maar bij Kobe heb je het gevoel dat hij een persona is. Bij Strickland denk ik dat hij legit is. Bij Kobe is dat WWE-technieken. Dat hem heeft, hij was grijs, het ging niet. Ineens doet hem dat en is hem een superster. Allemaal dankzij Chael Sonnen. Dat is echt de architect van die dingen. Maar ik volg ook wel de Robin. Hij zou ook echt in American History X kunnen meedoen. Maar die scène op die tanden. Ga ik nooit vergeten. Ja, op de stoep. Ja. Dat is niet goed, hè. Wow. Okay, ja, ik las van de week ergens op mijn Twitter of zo van... Hey, stel je voor dat binnen 2 maanden... Strickland wint deze fight. Hij vecht tegen Adesanya. En hij wordt de middleweight champ. Dat je dan echt zo'n UFC-kampioen hebt. Die daar op Twitter constant van die mega zieke dingen zit te posten. En van, hey, I wanna kill a guy. Zo. voor de PR-assistent is dat wel een moeilijke opdracht. Darren Till was ook, is opnieuw moeten beginnen. Hè. Instagram ook geband. Bij die ook... Ja, voor andere reden, maar die is razend. Te veel eten. Als hij had gewonnen in Londen, in zijn overwinningsspeech, heeft hij me gezegd, Facebook en Instagram, fuck you guys, give me my account back. Zo hoog staat dat bij hem. Ah ja, dat is juist. Ja, Mark Zuckerberg, you lizard. Ja, you lizard. Maar Pereira, dat vind ik echt... Daar zag ik echt schrik van hebben om tegen. Van iedereen waarschijnlijk. Maar dat vind ik echt een hele grellige. Het is wel een goede matchup, vind ik. Het is goed gekozen. Ja. Die flying. Die niet of die. Nee, ja. Oh, jongen. Die Pereira is echt zo een. Waar je van ziet dat hij super natuurlijk explosiviteit en kracht. Echt zo van je knockout power dat je niet kunt trainen. Je kunt zoveel in de gym zitten en met medballs oefeningen doen. En ik denk dat die is gewoon natuurlijke knockout power. Gewoon. Ja. Ja, een ongelofelijke cv wat hem bij Glory en zo allemaal gedaan heeft, wel indrukwekkend. Maar ja, wat ik nog eens wel vragen, dat is wat ik er van de week toevallig over bezig was. Het ging over zo veel van een trash talk had over ijsschrik. Ik herinner me, ik denk legendarisch was ooit Kenny Florian, die zo heel veel bullshit aan het vertellen was tegen BJ Penn. En dat is zo een van die momenten dat BJ Penn legendary werd, omdat hij eigenlijk een beetje bijna de vierde wand doorbrak door te zeggen, kunnen we hier even mee stoppen? Allee, zo, doe normaal. En hij had echt gezegd, it's time to kill the master. En die dat er zo, dat. En ik vond het altijd verfrissend, want ik vind ook heel raar als mensen zeggen, hij schrik. Er is toch niemand dat in een cage op welke level dan ook binnenstapt en echt schrikken? Of vergissen wij ons daarin? Ik denk dat wel. Maar op niveau van de UFC ook? De meerderheid. Ja? Dus, de uitzonderingen hebben geen schrik. Iedereen gaat ermee om, hè, op een goede manier. Je kunt dat kanaliseren. Je begint dat meer en meer te zien als iets... Oké, dat hoort erbij. Bij het proces, ik ben bang. Dat gaat mij net scherper maken. Die adrenaline gaat zorgen dat ik snel reageer. Een beter zicht heb, maar ik zal zeggen 95% van de vechters, denk ik, stapt in de kooi mee. Echt? Een beetje angst voor wat er kan gebeuren, maar het is hoe dat je omgaat met die angst waar je. Ik had nu deze week toevallig een podcast met DC, Daniel Cormier, bij Stevo. Maar het ging even, dus Daniel Cormier zei ook van, de hele dag ben ik niet aanspreekbaar als ik moet vechten. Because I know there's a guy that wants to kill me. Snap je? Dus je zit daar volgens mij wel echt mee bezig. Ja. Dus dat is gewoon zo. Probeer stel aan de afleiding te zoeken. Want denk zeker in die grotere divisies, maat. Wat voor monsters dat je daar tegenover je krijgt. Dat is zo. De angst is zelfs nog minder, denk ik, over het lappen krijgen. Of wat er met mij kan gebeuren. Maar meer over vernedering en al dat werk hebben gedaan voor niks. En dan terug... Tyroshot kwijtspelen. Zo die druk ook. Ja. Wordt daarop getest. Want ik zou dan denken, ik pak 10 angstremmers. Dan zitten wel wat trager in defense. Maar, wat weten wij van antidoping eigenlijk in UFC? Op dat gebied weet ik, maar ik denk dat je dat zeker niet mocht... Dat lijkt me geen goed idee om daaronder. Maar heb je het al gehad dat je, zelfs dingen dat je achteraf gewonnen hebt, dat je dacht, zeker in de stare-down of dingen dat je te horen kreeg, zo... Want voor ons is trash talk, als je dat niet doet, is dat een beetje... Dat is voorspellen, dat is warm-up, dat is in de sfeerbepaling. Maar soms worden er dingen gezegd van, he's a coward, he's this, he's, he always chickens out. Als het moeilijk is, stopt hem. He can't cook. Ja, ook een hele belangrijke slechte oriëntatie. Ja. Maar zo, is dat... Dat is zin. Heb jij dat ook al gedaan? Ik ben daar nu... Ik heb dat zelf nog niet gedaan, maar je zegt zo'n ding is, omdat je dat ziet in iemand. En ook je spreekt eigenlijk naar die persoon zijn innerlijke gedachten. Dus als je tegen iemand zegt van, die geeft altijd op.
het feit dat iemand dat tegen u zegt, begint erover na te denken, ja, ben ik echt zo, dat is waar, die weet dat van mij. Ik bedoel, en dat is het spel dat je wilt spelen, dat hij aan zichzelf begint te twijfelen door te zeggen, ja, hij is een coward en hij die tapt altijd als het moeilijk wordt. En je begint dat dan ook zelf te denken, hè, als je niet super solid bent in je gedachten. Nee hoor, is het toch hip om kwetsbaar te zijn, dan je moet gewoon toe, ja, dat is, ik ben een opgever, ja. Ik tap al. Come at me, bro. Die van de Mol die niet getapt, hè, toen had hij niet meer kon. Die niet getapt. Ja, ja, juist. Zwaar, hè? Toch? Ja, zwaar. UFC-style. Ja. Nee, ik vind dat gewoon... maar ik vind dat boeiend dat je dat zegt, omdat dat zo... soms kan ik het nog zien en denk ik, ja, uiteindelijk zijn dat mensen die al 20, 30 fights hebben. Wat moeten we nog bewijzen? Maar dat dat toch precies altijd is, dat je terug... dat je cv niet telt of zo. Maar ja, het blijft een fight. Hè. Het maakt niet uit hoeveel dat je al hebt gedaan. Het is nog altijd inderdaad in je onderbroek tegen iemand waar dat je ook al... Je zit er al maanden over aan het denken altijd, over die mensen. Zorg, jij werkt in onderbroek. Ja, dat is voor de meeste mensen zo een nachtmerrie. Om zo, ja, ik stond in mijn onderbroek voor 40.000 man. Nee, want je laatste fight tegen wie was dat? Die Kieran Lister. Ja. Nu kunnen we zeggen, hey, ja. Je hebt het gewonnen, dat was allemaal top. Waren er dingen dat je zo voelde in de stare-down, dat je nu kunt zeggen, ja, dat was wel bijvoorbeeld iets wat je zei, dat op mijn zenuw werd, nee, of was dat een coole gast? Totaal niet bang van hem, wel angst over verliezen, over niet kunnen presteren, over oh, wat gaat er gebeuren als ik verlies, hoe gaat mijn carrière eruit zien, dat is waar je mee bezig bent. Soms kun je hebben, dat geef ik ook eerlijk toe, dat je bij... tegen een vechter met een stare-down, gevoelt zo elkaars energie een beetje. En soms zit er echt zo van, oeh, deze is er klaar voor zo. En bij hem had ik dat nu totaal niet. Misschien hij bij mij, dat weet ik ook niet. Maar gevoelt zo heel hard, een andere zijn energie als je dicht bij elkaar staat. En oké, dan is er klaar voor. Of, dat is raar. Maar heb je ooit een fight verloren? Want je hebt een schoon record, maar je weet wat het is om te verliezen. Dat moet ook. Ja, zijn er fights waarvan je zegt, eerlijk, dat was omdat ik mentaal toch een beetje... Dat zou ik nu anders gedaan hebben. Ja, ik heb de meest... Waar ik zo direct aan denk, ik heb ooit eens eigenlijk totaal slecht gemanaged. Ik had die partij eigenlijk nooit moeten aannemen, maar ik had een record van 2-1 en ik was 21 jaar of zo, denk ik. En ik ging toen vechten tegen Zhang Liping in China. Echt? Die had een record van 20-3 of zo. Die had de Ultimate Fighter China gewonnen en zo. Dat was echt dom. China, maar dat is wel een klein land. Dat is niet veel. Sorry, dat kan ik de Big Brother ook weer. Dat was de number one van China. Dus uiteindelijk ook niet zoveel, man. Ja, dan die. Zijn your friend. Zijn je naar China gaan vechten? Ja. Maar dat was zo van, ik pak die kans. En als ik dat aan win, ga ik direct naar de UFC. Jong en onbezonnen. Maar toen, eigenlijk voor die wedstrijd, zit al mee in je hoofd en... De kans dat ik kan verliezen is eigenlijk groot en die is zoveel beter. Dus als je ervan verliest, is dat niet erg. En dat toen ook, dat was de eerste keer dat er echt zo camera's in de kooi waren en dat je zo'n press conference ervoor had en zo. En je bent allemaal zo bezig met allemaal dingen dat er niet toe doen. Circus. Buiten die ring. Waarom vocht hij tegen nu? Ja, record padding. Voor hun was dat... Fight is cans, man. Ik had toen juist een Europese titel gewonnen in de B-klasse toen. En dan was dat voor hun in China, was dat dan... een goede marketing om dat dan te kunnen zeggen tegen een Europese kampioen, maar eigenlijk was dat een mega mismatch. Maar, ik had dus wel heel graag de Chinezen uw naam horen uitspreken, dat moet echt wel goed zijn. Ja, er is een filmpje van. Die kunnen dat beter dan wij, denk ik. De announcers die maken er altijd wel iets van. Nee, dat is jammer. Maar wat kan ik nog wel zeggen? Dus ik had die fight gehad en dan 3 weken daarna was ik naar Thailand om te gaan trainen. Daar is een fightcamp en die gast was er ook. In dezelfde gym. Dus ik, om mijn eer wat te herstellen, wou ik ermee sparren. En dan toen in die training was ik gewoon aan het denken, oké, ik ga die verslagen, ik ben niet bezig met al de rest. En dan ging dat keigoed. Het is gewoon omdat je op dit moment bezig bent met... Maar er zitten mensen nu thuis op een livestream naar mij te kijken. Die is al in de UFC geweest en die is al daar. En je zit er allemaal mee bezig in plaats van... Oké, we zijn in de ring en ik ga vechten met iemand. Dat was de missie dat je toen verloren hebt. Wrijf het er nog wat in. Nee, dat is totaal niet waar. Dat is totaal niet waar, maar dat is toch kei cool. Mijn twee grote... Die jij getapt. Ik heb getapt, Sorry, ik probeer het maar. Nee, maar door de Andries besef je dat je hebt getapt. Linker of rechterhand? Allebei, denk ik. Allebei? Nee. Dubbel een tap. En met mijn voet aan het tappen. Aan tapdansen ook. Nieuwe stijl. De tapdancer. Dat is een nieuwe naam. Jan de tapdancer. He's gonna beat you.
Oh, ook mijn castagnetten en zo. Hoe ja, niet? Maar je moet een persoon hebben, Jan. Hoe niet enemies, Jan? Oh, my. Maar, we denken gewoon aan de kerstaflevering. Ja. Dat is niet goed. Ik vind dat wel, ik ga daar dan echt zijn schoenen moeten opkomen. Zoals Adesanya opkomt met van die gasten, die dansen, komt er van die senioritas op. Maar wij moeten meedoen. Fred Astaire. Sorry, maar als je van een tapdanser een pak krijgt, dat is veel erger dan van een mitraillettman of zo. Hè? Denk er eens over na. Ik kan u zo groot maken, echt. Oh. Waar zaten we? Sean Strickland, Alex Pereira. Die kon zeker niet tapdansen, denk ik. Die kon andere dance moves doen. Women's flyweight, Lauren Murphy tegen Misha Tate. Ik dacht Misha Mara, sorry. Het kan, hè. Als je het wilt. Ik heb hier een nummer, hè. Moet ik niet bellen? Ik zweer het. Misha, ik heb een opdracht voor nu. Is er een opdracht? Een kwartier zit er vanaf. Kun je drie jullie in Vegas zijn? Niet voor op te treden. Die denkt dat ze moet gaan optreden. Ik denk dat een pakje. Die is in een kat. Die is in een Mandalay Bay. Vijf seconden, kwartierke. Alhoewel, 5 minuten. Ah, mama. Ah. Misha Mara in de UFC. De Jan moet 5 partijen cage warriors. Misha straight to UFC omdat hij Misha heet. Undefeated. Oh my. Yeah. Oh, European champion. Someone's always got to go. Oh, ik kom met de rest, hij is ook zo gaaf. Oh my, sorry. Okay, ja. Ik kon toch proberen. Ja. Ik weet niet hoe lang ik het kon volhouden. Oh, sorry, Misha, I love you. Echt waar. Oh my. Bruce Buffer. It's time. En dan tapt hij die. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Ja. Jan is aan het blijven. Ja. Oh my. Ja, moeten we er niet over zeggen eigenlijk. Lauren Murphy. Voor de mensen thuis die ik nog geïnteresseerd zijn hierin. Voormalig kampioen Misha Tate. Ook nog een Belgische connectie. Ik had er nooit mee getraind. Ik proberen. Ja, zeg je niet. Je had getraind in Misha Tate. Wij zijn er eens een week geweest. Ja. Ik heb... Ik ga met Misha Mara getraind. De tapdancer en Misha. Tag team. Kom. Maar ik ben met mijn linkerkant op lachen. Ik heb buikspieren in deze. Oké. En nu professioneel. Oké. Misha Tate heeft in de laatste fight gewonnen, toch? Nee, verloren. Ja. Verloren? Ah. Verloren. Ja, verloren. Ja, was eigenlijk in de comeback is ze. Ja, dan had ze verloren. Gewonnen. Is ze gewonnen, de eerste fight. En de vorige is ze verloren. Oh, decision. Maar omgekeerd. Nee, comeback had ze gewonnen. Comeback is ze gewonnen, maar dan is er tweede fight, dus is nu eigenlijk Lauren Murphy. Ja, ik vind dat is een fight van twee veteranen. Murphy net verloren van Shevchenko. Ja. Ja, die heeft voor een titel gevochten. Ja, Misha Tate nog altijd wel marketingwaarde groot. Groot. Ik vind dat een publiekslievering, denk ik. Ja, dat er een is dat die fight gemaakt wordt, want ik denk niet dat een van die twee nog kampioen gaan worden in deze tijd. Nee, ik zie ze ook niet echt terug een run maken voor een titel. Nee, inderdaad. Maar wel twee fan favorites misschien, waar mensen wel graag naar kijken. En inderdaad, ja, ik ben dus Misha Tate, dat toen ze tegen Ronda Rousey ging vechten, Cindy als trainingspartner naar Amerika laten vliegen. En dan zijn die heel goed bevriend geworden.
En dan zijn wij ook eens inderdaad een week daar in dat huis blijven logeren en bij Extreme Culture en zo gaan trainen. En heel vriendelijk met hem en ook... Schone met hem en een goede vechtster ook. Dus, ja. Ja, en ook niet onderschatten. We gaan gewoon door. Professioneel. Ja. Tot het einde, we zijn er bijna. Hij komt hier nog terug eigenlijk, Pedro. Maar zijn is Pedro Munoz. Amai, ik kan niet wachten tot wat hem daarmee gaat doen. Professioneel pakken. Oké. Nee, maar ik wist wel, want ze is ooit hier bij Perfect Team ook geweest. Ja, klopt. Ja, ik vond dat wel niet onderschatten. Strikeforce kampioen geweest, UFC kampioen geweest. Ja. Dat zit een Hall of Famer. Hè? Ja. Ik denk dat ze natuurlijk in een tijd dat vrouwen MMA misschien nog niet stond waar het nu stond. Ja. Maar ze is wel een pionier. Ook haar eerste fights met Ronda Rousey waren... legendarisch, hè? Michel T. is zo in de early days, toen had er inderdaad nog heel weinig vrouwen aan het, dus constant altijd met mannen trainen. Heel lang zo met die Brian Carey was er een vriend, dus dat was ook een coach. En zo. Ze is er wel technisch goed en ook mentaal sterker geworden, denk ik. Maar ze is inderdaad nu een beetje op het einde van haar carrière misschien nog wat cash proberen pakken. Ze is ook mama nu van twee kinderen, denk ik. Dus. Ze is ook samen in een vechter, hè? Ja. De gast van Johnny Nunes. Ja. Ultimate Fighter figuur, ik nog herinner. Ja, ik denk dat sowieso wel oké zal zijn, denk ik. Maar ik vind de relevantie, denk ik... Inderdaad, ja. En dan ook de bantamweight opener. Sugar Sean O'Malley. Ook sowieso... De wietboer. Nee, de wietboer, ja. De Sugar Show maar tegen Pedro Moen. Veel lappengatten... Ja, enkel eigenlijk... tegen Chito Vera heeft hem wel mee een blessure toen. Wat. Ja, maar dat... Sugar Chandon. Tegen Misha Mara. Ja, sorry, ik vind nu alles grappig als ik dat... Dat is niet erg. Opener van de maincard, ja. Denk ik, in een Sugar Sean show fight is eigenlijk altijd wel nieuws tegenwoordig, nog altijd. Wat ik wel heb, dat is misschien... We weten al, Wendel Dikkelschat is een goede vechter. Het enige wat ik met hem een beetje heb, is... Ik snap dat hij niet alles wil doen. Ik snap dat hij zegt... Hij is een goede iemand die zegt, ik ga niet vechten voor dat geld en dergelijke. Maar, ik vind alleen dat hem zo'n momentum... Dat hem er toch ook wel risicovol mee omgaat. Want ik voel nu ook al een zekere moeheid naar hem toe. Dat ik denk... Ja, ik zie die Pedro, ja, hij heeft een grote fanbase, maar inderdaad, hij moet wel zo tegen legit competitie beginnen vechten nu. En dat doet hem nu wel, Pedro. Ik zit niet graag nog die eens een YouTube-show te zien. Nee. Ik ben er ook te oud voor. Ja. Ik vind dat cool als die een foto zien, maar ik kan er ook geen acht minuten naar luisteren. Die heeft wel een groene Lambo, zeg ik. Dus die verdient toch niet super slecht eigenlijk. Nee. 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 En heeft hij veel meer buiten de UFC als dat hem in... Met die gaming en die Sugar Sean of Pedro? Sugar Sean. Pedro Munoz is eigenlijk... Maar Pedro Munoz is toch wel een wandel. Pedro Munoz zeker. Maar wel een beetje op een slide in zijn carrière. Ja. De laatste vijf, denk ik, eentje gewonnen. Maar ook allemaal wel tegen de grote namen in de divisie. Het is een chique gatekeeper eigenlijk. Een beetje. Ja, als je die pakt, dus dan zijn ze klaar. Als hem nu, die Pedro Munoz, ook op een schone, stijlvolle manier kan wegzetten, dan komt hem wel echt in die conversatie tussen de betere namen. Ja, Munoz, even veel verloren wel, maar wel... De laatste grote dat hem gewonnen heeft, wel Jimmy Rivera, maar die was toen ook al niet meer zo goed. Mm. Maar verloren Dominic Cruz, Aldo, Frankie Edgar, Aljamain Sterling. Ja, dat zijn ook wel... Dan top, hè, dan hebben een top en allemaal decisions verloren. Is, wat ook iets zegt, hè, niet? Het is een taaie vechter. Zeker heel veel skills, goede ervaring. Dus in een goede test, ja. Sugar Sean zal nu moeten bewijzen of dat hem... Ik heb er een vraag over, Jan. Ik ben daar heel naïef in. Zo die Adesanya, die ownt alles wat voor de fight is en daarna. Extreem zelfzeker. Die Sugar Sean is ook zo. Ik geloof oprecht dat die zich onoverwinnelijk voelen op een moment in hun carrière. Ja. En dat ook zo werkt. Maar ik heb het gevoel dat jullie aan die Sugar Sean wel twijfelen. Ja, gewoon... Hij heeft dat eens verloren. En hij doet zoals dat hem nog altijd undefeated is. Omdat hij een vloek was. Want hij domineert zijn wedstrijden toch? Ja, maar... Hij vecht gewoon niet tegen de... Als ze me toe, vind ik dat hij duidelijk alles bepaalt. Hij vecht heel goed en ik heb er ook eigenlijk alle vertrouwen in dat hij zeker ooit kampioen gaat worden of zo. Maar je kunt niet zoveel hype hebben en zeggen dat je de beste bent en dan acht fights in de UFC hebben tegen allemaal mensen dat... Nee. Maar hype is ook vaak... Wekt jaloezie op, want Paddy was ook een hype... Nee, maar ik denk ook in deze podcast.
En hij heeft het ook bewezen. Dus je moet wel een kans niet bewezen. Ja. Ik denk echt, het verschil tussen een top 5 in een divisie en alles wat eronder komt, is enorm groot volgens mij. Zo die, vanaf dat je in een top 5 komt, dat zijn allemaal... Dat is met padel ook, hè. Toch? Top 5 is vaak een ander verhaal, hè. Toch? Ja. Ik ben niet mee. Ik ook niet. Nee, maar ik denk wel vanaf dat hij in die daden komt, in die regio. Ja, het is maar niet meer dat hij zijn tijd heeft gepakt, maar... Ja. Dana White zag hem graag komen met zijn persona en... Maar ik ben er fan van. Ik heb dat ook, maar daar kunnen we straks over hebben. Ik heb nog zo'n nieuwsfeitjes, een beetje de oudere versie ervan. We zullen er misschien niet eens nu over gaan. Het is niet dat er voor de rest zoveel structuur in vandaag zit. Nee, Diaz bijvoorbeeld. Daar heb ik een beetje hetzelfde bij, van... Dus ouder, maar ook zo... ik vind dat een leerschool voor uw momentum. Ik voel dat bij mezelf ook al. Weer niet willen vechten... Weer dit, weer nee, dat. Nee, maar ja, dat is ook een spel dat de UFC speelt. Ja. Ik weet het, maar de fighters zijn wel het slachtoffer. Ja. Je kunt niet winnen. De UFC wint toch altijd. En ik heb mijn Sugar Sean Sweet. Oké, kijk, cool. Ik weet wat we gaan doen, zeg. Maar nu wil ik echt een naam zien. Ja. Nu wil ik gewoon... Zeg eens een naam. Voor de Sugar. We zullen even kijken, hè. We zullen eens zien waar we naartoe kunnen gaan. Hè? De Pedro Munhoz is toch wel een goede step-up nu, of niet? Ja, dat maar, nog geen maar dat had twee gevechten geleden ook al gekund. Dat is waar. Als je Jiri of zo ziet, die juist kampioen is, die heeft twee fights gehad en die zit hier. Ja. Maar dit is echt de laatste drie fights van Sugar Sean. Ja, maar dat is een groot verschil, want Jiri komt waarschijnlijk met een beter contract binnengekomen. Ja, tegen de 30 fights. Ik ben helemaal akkoord, maar als kijker... Het heeft net iets te lang geduurd. Het heeft toch lang geduurd. Ja. Omdat hem ook zo opvallend is, zie je dat hem er al lang is. En hij wil al een beetje raketten. Maar hij heeft tegen... Ik bedoel, is nog geen Brian Ortega geweest? Wacht, nee, ik ben fout. Sorry, ik ben even fout. Maar technisch gezien is dat ook een hele complete vechter ook. Want het is vooral heel lang voor die... Ja, maar hij is ook lenig. Nee, maar als je gewoon ziet, een top van een bantamweight, Aljamain, Peter Jan, TJ Dillashaw, José Aldo, Sandhagen, en dan is Chito Vera... Ja, O'Malley Sandhagen, dat wil ik wel zien. Maar snap je wat ik wil zeggen? De eerste die ik zeg is de vijfde en daar heeft hem niet van gewonnen. Mm. Weliswaar met de blessure. Ja. Dus daar had er toch alleen een kunnen bij geweest na 8 fights. Klopt, ja. Die ene met zijn groen haar. Waar kwam die op? Chris Moutinho. Ja. Sugar Sean heeft toch ook groen haar? Ja. Drie rondes boksak gespeeld. Maar er is nog even rap erdoor. Preliminary card. Het is echt wel een toffe card. Ja, Brad Riddell, die zie ik graag vechten. Ik zie er ook Robbie Lawler. Brian Barberina in de welterweights. En natuurlijk nog Cowboy tegen dat Jim Miller. Dat is ook in Miller. De prelims of zo. Ja. Brad een stack card van. Uriah Hall zit er ook bij. Brad Tavares. Dus wel, je ziet wat verschil is enorm met vorige keer of zo. Ja, dus. Fight Week doen ze altijd... De grote karten. Ik ben een extreme fan van de Cowboy, omdat hij zo graag vecht. Die zou dat gratis doen. Je ziet dat toch, die geniet er toch van. Dat is de laatste fight dat hij niet meer zo aan het genieten. Nee, maar hij staat er wel, die vindt lappen krijgen totaal niet erg. En dat was eigenlijk tegen Joe Lozon geboekt. Dat is al twee keer is dat in het water geval. Dus zo'n 1-1 qua annulaties. En nu heeft hem eigenlijk, omdat hem klaar was, is hem nu last minute. Want het was eigenlijk Bobby Green dat erop stond. Ja. Tegen dus, Jim Miller nu. Ja. Ook in de prelims dan, Bobby. Ja, maar ik vind dat wel een goede fight voor Cowboy tegen Jim Miller. Ja, twee mega-veteranen gewoon. Hè. Ja, maar... Ik denk dat Cowboy echt gewoon nog één keer... Ja. Ik had er zo'n interview gaan gezien dat hem zo heel emotioneel werd over zijn zoon. Dat hij echt zo nog één keer wilt meenemen aan een fight, dat hij hem die kan zien winnen. En dan denk ik echt wel dat hij ermee gaat stoppen. Want dan gaat hij nog café verder. Cowboy wil dan dat record van 50 fights geraken. Dus hij denkt dus dat er twee of drie zijn in totaal. Dat hij wil doen. Ja. Dat wil hij hebben. Ik vind het altijd gevaarlijk zo, in het einde van je carrière zo'n doel stellen. Van, ik wil stoppen op de win of ik wil nog zoveel fights. Want hij wil ook niet meer, tegen niemand jong niet meer vechten. Dat heet hem zeggen, they take our money, hè? Ja, nee, hij gewoon, die gasten zijn allemaal te goed of zo. Ja. Hij denkt dat Cowboy wel heel goed kan zien hoe dat die sport is geëvolueerd in de laatste... De Darren Till fight, hè. Ik denk dat Darren Till fight, dat was volgens mij zijn wake-up call. Dat is ondertussen ook al even geleden. Toen, dat is eigenlijk, Darren Till heeft hem gebruikt als stepping stone. Hij was UFC Polen of zo, denk ik, was dat toen. Dat is ook al even gelezen. Voor Ferguson had hij, of nee, ik weet het niet. Er was ook wel wereldnieuws. Ik zag Conor zeggen dat hem echt wel terugkomt. Het ging over dat boksen zijn eerste liefde was. Maar dat hem binnenkort terug in die octagon gaat stappen. Ja. Tegen wie dat zegt hem al veel natuurlijk. Hè? Dus, ja, maar het kwam echt wel...
over alsof dat hem al een contract had. Ja, Edwards tegen Usman is nu geboekt voor in augustus. De winner daarvan misschien. Het ding is, iedereen wil tegen Conor vechten. Dat is, Oliveira heeft het zelf gezegd. Khabib, die wou dat niet nog eens. Dus dat is de enige dat hij... Maar dus Conor kan kiezen, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Dus gaat hij niet eerst een punching bag pakken om er wat in te komen? Nee, dat zou hem beter doen, denk ik. Ja. Om even zo'n idee te geven. Cowboy Cerrone, zijn laatste gevecht dat hem gewonnen heeft, was in 2019 tegen Al Iaquinta. Ja. Ja. En toen was het een 3-fight winning streak. Alexander Hernandez, Mike Perry. En dan is het begonnen. Hè. Ferguson verloren, Gaethje verloren, Conor verloren, Anthony Pettis verloren. Ze zijn wel allemaal toppers. No contest, Nico Price en dan Alex Moreno. Ze zoeken, we hebben er juist even over Nate Diaz bezig geworden. Nate Diaz, een fan favorite, heeft nog één fight op zijn contract staan. Maar ze hebben al van alles geprobeerd tegen Hamza. Maar ik... Nate Diaz tegen Kevin Holland. Dat had ik me echt een andere... Ja, die hadden ook getweet naar elkaar. Dat vind ik al een heel goeie. Is Nate Diaz hier daar was gaan liggen? Nee, dat is Nick Diaz. Dat is Nick. Ik vergis me altijd. Ja, tegen Anderson Silva. Ja, maar Kevin Holland, cool. Maar denkt je dat hij daar nog voor buiten komt? Dat is toch... Het is nog niet een groot genoeg draw misschien. Ja. Maar die wil gewoon met een contract. Ja, maar hij wil gewoon die fight hebben dat hem... Maar ik vond gewoon Dana White wel zeggend dat hem zegt van ja, he probably should. Het ging eigenlijk over Jake Paul, hè, die zijn ook bezig. Oh, en dat zelfs Dana White zegt, hey, misschien moeten we dat gewoon doen. Maar hij zit vast, dus een dikke... Ja, ik weet het. Dat zeggen, maar niet toelaten. Ja, ik weet het, maar het is ook... Het is een spelletje. Het is een spelletje, maar ik vind, en dat is hetgeen wat ik altijd jammer vind, als het te lang duurt, verliest de vechter. Want Nate Diaz, hoe fan dat je ook zei, hoe geweldig dat die figuur ook is. Ik voel zelfs als ik dat voorbij zie komen, die headline, dat ik vroeger direct zou klikken en nu heb ik zoiets, allee, wat is het nu weer? Toe. En dat bedoel ik met dat momentum. Er is de UFC heel goed in zo mensen in een koelkast te zitten en ze slecht te laten uitkomen. Wanneer denkt u dat er een echte UFC'er die YouTube-mannen is van de maatschappij? Jake Paul gaat tegen... Allee, de community Tommy is niet blij Tommy Fury met... gaat hem ook niet van verliezen. Nee, Tommy Fury is een Love Island... ja, maar die heeft afgehaakt, Tommy Fury zelf, hè. Ja, maar... Die had rugproblemen. Het is nu teruggeboekt, 6 augustus. Ja. Dat is zo de halfbroer van Tyson. Ja, maar wel degene met iets minder bokstalent. Ja? Maar meer party... Ja, dingen. Jake Paul tegen Anderson Silva, dat zou een goede weg zijn. Ik wil gewoon even dat de UFC één afvaardigt om die YouTube-boxers... Ja, maar ja. Voorlopig, je kunt niet haten op Jake Paul, hè, want nee, hij doet het. Gedaan, ja, hij doet het. Hij doet het. Eerst was het, we noemt hem Ben Askren, en iedereen, was niet in shape, maar dan was het al Tyron Woodley. Woodley. Zijn die dan allemaal, is Tyron Woodley dan niks geweest of maar zo? Ja, denk ook even aan die gewichtsklasse. Die Jake Paul, die vecht toch tegen gasten, die moet toch tegen middleweights of zo vechten. Ja, eigenlijk. Maar aan een Tyron Woodley, denk je niet dat hij zoveel size afgaf? Hij is niet heel groot, maar hij is wel... Maar hij vecht inderdaad niet echt tegen zijn eigen gewichtsklasse. Logan Paul dat dan tegen Paddy the Baddy. Ja. Dan denk ik van gast. Nee, dat moet ik niet zien. Ik wil nog een paar dingetjes zeggen dat ik misschien wel tof vond. Gamzat, onze goede vriend Chimaev, die is onttrainen met Jack Hermansson, die dat tegen Darren Till ontvechten is. Dat was zoiets... De Smash Bros, die zo'n beetje precies, die uit elkaar getrokken zijn. Ik denk dat we er misschien ook niet veel meer van moeten maken, maar Jan, jij bent de enige dat weet wat dat is als je zo... Het is een kleine wereld zelfs, internationaal. Is dat zoiets... zou jij dat irritant vinden? Dat is wel een beetje not done. Zeker in een wedstrijdvoorbereiding. Als je dan zegt, oké, ik ga die niet helpen en dat is gewoon puur voor de rondjes te sparren. Je bent indirect die mensen wel aan het verder helpen en die in shape aan het zetten en die aan het goede rounds aan het geven. Zelf als je die dan niet uitsnitcht aan een Darren Till, wat hij allemaal goed doet en wat hij slecht kan. Maar mannen, dat is toch in de sterren geschreven dat die gasten een bras gaan krijgen en tegen elkaar gaan vechten. Hè? Dat is Colby ook tegen zijn vorige maat. Nu zijn die zo super close, maar... Is dat een draaiboek van een B-film? Dat is weer al WWE, hè. Dat is zo'n geforceerde vriendschap van nu zijn we vrienden. Dat is zo één ding dat er fout moet gezegd worden. You slept on my couch. Ja, you didn't pay the rent. You beat your wife. Dat is dat, hè? Ja. Maar dat is wel echt een code, zo, dat je dat niet doet. Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is toch wel een beetje... Maar is dat zo...
Mokte dat vaak mee? Zo als, dat je, omdat je, je voelt dat ook, jij vertelt elke aflevering, tel je wel zo weer ziet, hè, dat je dan zo even er laat vallen. Zo. Mm-hmm. Het is wel duidelijk dat dat een soort ja, community is. Je voelt precies ook dat je ook wel snel bij elkaar gebeurd hebt of zo. Ja, ja, dat is zo. Als je, als je maar hier in België en Nederland kijkt, als je zegt alle lightweights of zo, je hebt allemaal wel eens een keer met elkaar getraind een keer en dan kan het gewoon gebeuren dat je tegen elkaar moet vechten. Dan moet je er ook niet veel van maken. Maar als ik nu tegen iemand moet vechten ja, en mijn goede maat waar ik altijd mee train, spreekt er mij af om dat te sparren. Ik bedoel, zelf als je weet van oh, we zeggen niks over elkaar en dat is gewoon puur om te trainen, je bent elkaar wel aan het helpen. Is niet, ja. Dan kies een beetje een kant, hè. Dat is zo moeilijk. Want het, ja, gaat wel, het gaat wel over vechten. Dat is een macho versie van Mean Girls. Maar ja, wat er gebeurt, dat, is dat, wordt er betaald voor sparren? Ja, op het hoger niveau wel. Maar, ja? Ja? Dat is betalend. Maar, ja. Ja, als je echt inkomt als een sparringpartner, dan wordt het betaald. Maar zo, als jij, word jij nog gevraagd als, als sparringpartner? Of zit jij nu zo net te hoog? Ja, gevraagd. Dat is niet van... dat is niet... traditioneel, zeker in boksen of zo, is echt... Je hebt één, de ster, ja. Laten we zeggen, de Anthony Joshua. En die is een manager, fixt allemaal mannen, onbekende namen, om te komen sparren. En die worden per ronde betaald, zodat die ook goed kunnen doorkloppen erop, op die mannen. Wauw. Dat is meer in het boksen zo. In MMA is dat wat minder. En in MMA is dat we meer van, we helpen elkaar. Dus zeg, doe sparring, maar dan niet tot de dood. Ja. En niet voor elkaar knock-out te slagen. Maar bijvoorbeeld Charles Oliveira, die zegt, ik moet tegen Gaethje vechten. Ja. Die management is zoek. En zegt, wie is zoek in Europa? Ja. De professor. Ja, ja, de kwaadhouder. Damn. Ja. Is dat, ja, ik zou is dat is zeker dat, doen. Maar is dat compleet een bullshit wat ik zeg? Of is dat een scenario dat zou kunnen? Nee, dat kan zeker, kun ja. Jij, allez, maar jij kunt perfect sparren tegen Oliveira dat hij een mensen die dan heeft. Ik denk dat wel, ja. Ja. Daar ben ik vrij zeker van, ja. Ja, dus... niet dat ik ervan ga winnen. Nee, maar dat je die goede rondjes kan geven, dat je die kan uitdagen. Wow. In dat graaf. Dat is al cool, en die hoor. Zit naast ons. Ja. En wat zou je ervoor krijgen? Goh, dat weet ik nu niet. Zo'n idee wat dat als de afspraak is van, je komt om te sparren, ja. En wij willen nu gewoon 3 rondes, 2 keer in de week hebben en wij mogen voluit doorgaan op u, dan wordt het betaald als we een fight hebt eigenlijk. Dus dan zeggen dat krijg je €1000 voor een sparringssessie of zo. Voor. Maar zij mogen doorgaan maar op mogen... u, maar jij niet op in? Ja, het is wel een beetje in richting, ja, maar je moet veilig zijn. Ja, ja, dat is waar. Maar dat vind ik een goede vraag wat Pedro zegt. Dat je, want soms is dat, hè, zo de sparringpartner, je voelt ook dat hij het altijd gedaan heeft, maar je wilt niet die gasten dat een takedown doen en een enkel... Ja. Dat is toch rap gebeurd. Ja, dat is zo. Maar daarmee zoeken, als je echt zo'n sparringpartner laat invliegen of zo, dan zoekt de mensen dat veilig kunnen trainen. Je zoekt niet gewoon een mega wilde zot dat u ook komt knock-out slagen. Hè. Je zoekt wel mensen die bijvoorbeeld een heel specifiek lichaamstype... Hè. Dus als je nu tegen een Oliveira moet vechten of zo, dan ga je op zoek naar mensen, lange frame, goede darstrokes, guillotines, die een beetje die stijl hebben en dan kunnen die... Maar zou die een goede Gaethje zijn? Een Gaethje niet, maar ik zou bijvoorbeeld wel voor Gaethje een goede Oliveira kunnen zijn, denk ik. Maar je ziet, dat vind ik interessant. Ah, ja. Ja, gewoon of een Ferguson of een Cowboy, zo wat meer die type van lichaam, dat is... belangrijk. En dan ook een beetje qua stijl. Hè. Dat je een striker, een grappler. Zo die. Ja, maar cool. Wat heb ik nog? Eentje voor Robin. Omdat Robin een grote Robert Whittaker fan is. Mm-hmm. Die heeft een Lamborghini jacht gekocht. Whittaker. Whittaker ook al? Ja. Maar die kostte niks. Hè. Wel klein. Adesanya zegt gewoon, ja, de trilogy fight. I've read that book twice already. Ik ben niet geïnteresseerd. Doet u dat pijn? Want ja, die Vettori-fight in Parijs... Ja, als uw kampioen zoiets zegt, dat is zo... Mm-hmm. Ja, lap. Ja, maar Whittaker gaat wel een divisie hoger. Nog een light heavyweight is dat dan zeker. Maar is hem daar niet klein? Ja, hij is nog wel ter weet gegaan. Hè? Hij is nog beneden. Ja, maar hij spreekt... Hij zegt nog één run, Adesanya. Maar kan hier een bouwde uitspraak doen? Ik denk dat... Die we straks weer gaan moeten knippen. Ik denk dat Adesanya over een jaar geen kampioen niet meer is. Maar wat hebben jullie? Die staat op de Olympus. Nee. Wie ziet het toen? Ik zou Cannonier een kans geven als een upset. Dus dat zie ik nog wel ergens gebeuren. Omdat dat zo, ja, dat is onder de radar gevecht. Maar die, ja, dan kunnen we altijd verliezen tegen Cannonier. En ja, ik weet niet.
Tegen die Pereira bijvoorbeeld. Ik zie dat ook wel gebeuren eigenlijk. Ja. Ja, nee, gezegd, en dan je... wil ik maar zeggen, dan is de road natuurlijk open voor een Whittaker om wel... Ik zie hem niet meer tegen Adesanya vechten, maar ik zie hem misschien nog wel voor de titel. Ja, ik vind dat niet... Ik kom eens even door, de middleweight rankings. En dan moet Adesanya terug voor die titel naar Whittaker. Als ze hem dan terug wil. Ja, Robert Whittaker staat nog altijd, zal zeggen, van boven. Cannonier, Vettori, Sean Strickland, Derek Brunson zitten we dan al. Paulo Costa, Hermansson, Till, Costa, Uriah Hall. Costa, bestaat hij nog? Gastelum. Dat zijn ook niet, dat zijn niet de mensen waarvan ik direct zeg... Nee, die zeg dus niemand niet. Ontkloppen of zo. Ik heb daar over Costa wel gedacht tegen Adesanya. Ik dacht echt dat hij die in een pak ging geven. Dan moet het ook nog even over hebben. Costa tegen Rockhold. Hè, dat is wanneer? 20? Het is de volgende paper. Dat is in augustus ergens. Nee, Hoe slecht gevecht is dat voor Luke Rockhold om te pakken als je terug... die heeft al zo'n glazen kin eigenlijk. En dan tegen Paulo Costa, die echt waar gast, als je daar zo'n trap van krijgt. Want, dat is zo... Dat vind ik echt... Dat is een beetje misschien ook... Een bouwde uitspraak dan, maar Paulo Costa is wel niet eigenlijk een mega heavy hitter. Dat is wel, die slaagt heel veel en zeker ook hard, maar dat is niet dat hij echt zo die one-punch knockout heeft, zoals dan een Romero of zo heeft. Of als je Paulo Costa ziet vechten, is hij echt zo van die flurries, boom. Altijd 12 combinaties van 12 stoten en dan een trap. En dat is allemaal heel hard, maar dat is niet dat hij nu met één stoot knockout gaat zitten, want ik zou niet weten tegen wie dat hem daar heeft gedaan eigenlijk. Nee. Ik zie een beetje de looks of zo. Dat het is meer, het is echt zo dat opgeblazen. Dat is niet die natural puncher zoals dan een Pereira is, maar wel zwaar opgeblazen. Dus die klopt heel hard en die trapt heel hard. Maar dat is niet... Sommige mannen hebben dat gewoon, die een twitch, poef, dat je iemand raakt en die slapen gewoon. Ik vind dat wel onvoorstelbaar dat Bisping echt Rockhold kapot heeft gemaakt. Dat is, eigenlijk was dat op dat moment de perfectste vechter aller tijden. Sorry, die gast kon alles. Die was zo goed. En ineens is die kin op. En die, dat moet toch verschrikkelijk vervelend zijn. Die King zijn, van staal naar glas. Ja, dat moet toch ongelooflijk erg zijn, want die gast is een atleet tot en met. Je kan alles. Ja. Je kan gewoon niks pakken. Dat is toch... Maar het is wel een probleem, hè, Andries. Ja, maar dat is toch erg, want die is intrinsiek. Luke Rockhold, dat is een topatleet. Hè. Is dat niet meer een topmodel? Ook. He, dat is een topmodel, hè? Ja, maar ook een topatleet. Zo'n heel figure-achtige... Ja, hoe het vertelt ons fanboy-moment met Luke Rockhold? Nee. Dat was... maar het is niet mega, maar we stonden weer aan te schuiven. Ik en Alex, hè. Zo, als voor een klak. Nee, niet voor een klak. Voor een foto met Luke Rockhold. En, maar we wisten dat hij zo wat opkwam. Zo, dat hij ook wel zo wat into van die darky rock was of zo. Dus we hebben een cd er nog. En we stonden... Maar echt dat je denkt... Er zat hier op te wachten. En ik kan zeggen dat ik 16 was, maar ik was 36. Er is wel niks. En we stonden zo te wachten. En, maar je weet dat die... Dat die ja, die nee, een heel arrogante uitstraling. En ik herinner me, de rij nog, het was... Hoe heet die gast nou weer? Ja, eerlijk vergeet, dat was de Brad Pickett. Maar Brad Pickett, die was kei-sympathiek. Brad Pickett was ook zo'n Engelse vechter. En dan stond Rockhold, maar die had duidelijk er niet keiveel zin in. En dat was zo'n mega lange rij. En Pippi en Kokkie met CD. En wij met ons tweeën rond wachten en we stonden er zo. En die was zo'n koffie aan het drinken. Ik zal nooit vergeten dat hij zo... Die keek naar ons, die pakte de koffie en die begon erin te roeren. Maar zo... Te lang. Dat is echt een awkward. Ja, zo, echt zo. Dat je denkt... Skellingerij. Doe dat, geef dat toe. Ça va, hè, zo. Normaal zou... Wij zouden allemaal zeggen... Kom eraan. En zo niks kunnen zeggen, want het blijft aan Luke Rockhold. Dan uiteindelijk was hij wel vriendelijk. Dan is Dave, die begon die direct te tekenen. Dan moesten we nog uitleggen dat hij voor hem was. Dus dat was echt zo. Dat je direct zo stond zo. Die had dan al zo'n juist 24 sportpaleizen. En die zat er dan zo echt like zo'n debiel zo, dat te doen. Maar die was wel, ja, die heeft wel charisma. Knappe mannen. Dat is wel een hele knappe mannen. Je ziet er goed, maar je... Wat hij soms zegt en hoe dat hij socially awkward dat hij is. In dat programma had hij gezeten. Hij is zo in de Bachelor gezeten. Ja. Die is er ook echt... Ik denk dat hij top 3 vreselijkste uitspraak in de Bachelor. Wat eigenlijk al een ding op zich is. Hè. Legendarisch. Ja. Ik heb het maar herhalen hier. Maar, tuurlijk. Op zijn first date. En dan stond hem zo met een griet, zo romantisch op een boot. En dan zo... Hey, do you spit or swallow? Zo, what the fuck? Ja. Die is onuitstaanbaar. Maar wel, Er zijn echt grappige compilaties van dat hij zo is socially awkward in interviews, zo met dingen.
met zijn handen en zo. Altijd in zo'n blote bovenlijf. Ja, Rockhold is... ja, maar als je die Ralph Lauren dingen ziet... Dat is... Ik heb ooit op het vliegtuig met Sean Penn gezeten, toen we met Dardenne een film speelden. Dat is een piloot, hè? Of niet? Nee, dat is okay. Ja, dus in ieder geval Sean Penn, een van de greatest living actors dat er rondloopt. En ook al een idool van. Goeie regisseur ook. Ja, maar nog meer een idool van Kevin Janssens. En dus ik, op een gegeven moment, ik zit in de vlieger. Dat vliegtuig was bijna uitverkocht. Dat was alleen voor één plaats in eerste klasse. Dus Kevin had dan dat ticket voor eerste klasse en ik in de tweede klasse. En opeens komt Kevin naar mij en zegt, maat, Sean Penn zit hier op twee stoelen. Ik zeg van... Oh my, Sean Penn, kom, we moeten die een DVD geven van Dardenne. Een beetje hetzelfde als het was met die tour van Dardenne met de Oscars. Dus ik zei, ja, oké, hier een DVD. Dus ik geef die een DVD aan de Kevin. Ik zeg, Kevin, wacht. En die zo, wat? Ja, is dat niet raar als een acteur dat aan een andere acteur geeft? Ik denk dat de regisseur er ook moet bij zijn, snap je? En de Kevin zo, goh, ja, ik weet niet. Dus, ja, oké, laten we dat samen geven, weet je, dan gaat hij meer geneigd zijn om dat te kijken. De Kevin, ja, ik weet dat nog niet. Oké, we zullen dat wel doen. Maar ja, ik ging natuurlijk niet zo, gelijk zo als ik een marginaal van tweede klas zo in eerste klas binnenwandel. Ik dacht, we wachten als die vlieger geland is. En dan als die uitstapt, geef ik die DVD samen en zeg, hey Sean, big fan. Maybe you can watch the movie and see if you like it. Weet je, dat was wel legit. Dat was met de Oscars. Dat was niet zoals Beulen gewoon. Dus nee, dus in ieder geval, er zat wel een... dus er zat een plan achter. En dus op een gegeven moment, dat vliegtuig landt. Dus ik wam, snel mijn zak op, ik wil uitstappen. Oké, dus ik kom de Kevin, wap, we stappen uit. Dus wij wachten tot al dat volk, want we waren als eerste buiten. Dus we wachten tot al dat volk afstapt en... Ja, dat vliegtuig dat wordt maar leger en leger. Best van die champagne. Echt, ja, geen spoor te bekennen. De Kevin wordt al zo zenuwachtig. Allee, wat is dit nou? Dat is echt dus een idool. Zo van de gasten. En opeens, zo, ik zie opeens op de tarmac gewoon dat er zo'n geblindeerd busje parkeert. En dat champagne gewoon niet op die terminal naar buiten staat, maar gewoon rechtstreeks van een tarmac wordt weggevoerd. En ik zie zo naar de Kevin. Ik durf dat zo echt niet zeggen. Ik denk, oh nee. Ik zeg, ja, Kevin. Dat, ja, ik denk dat dat champagne is. En die kijkt naar mij. Ja, fomp. Echt. Dus we hebben onze DVD nooit kunnen geven. Ik denk dat de Kevin... Ja. Maar misschien Zillion wel, hè? Ja, goh, ja, wie weet. Maar ja, van. Dat is mijn champagne verhaal. Ik heb hem nooit gezien, hè. Dus ik weet gewoon dat hem daar en ergens in een vliegtuig zat. Ik heb die niet gezien op de Singsefort. Je kunt er gewoon op afstappen. Dat is een kei lieve gast. Legend. Wat heb ik nog? Ah, iemand dat gezien? Het is een beetje moeilijk voor het in een podcast te zien, maar dat is sowieso een tip. Maar ik hoop dat iemand het gezien heeft. Weet je nou meer? Die fighter Win, die net zo zijn eigen fight gecommentarieerd had op Instagram. Die D-Round Win? Of? Ja, die had verloren tegen die een... weet je, ja. Haas zeker? Haas, Phil Haas. Ja, met die ja, dus die kreeg er het pak van zijn leven. Maar die doet een beetje een soort... wie vroeger zo DVD, zo director's commentary. Ja, ja. Zo. Maar die doet dat over zijn fight. En ik denk eigenlijk niet dat hem het als comedy bedoelde. Maar die is dat gewoon ontdoen. Die had dat online gezet. En dat is hilarisch, want dat is echt zo... Ja. Hij krijgt een pak. Ja, zo... Three million elbows. Stop elbowing me. Maar die is zo gewoon dat ontgaan. Dus dat is wel absoluut een aanrader. Ik zal vragen dat ze het in de dingen zitten in de comments. Ik heb het niet gezien. Ja, dat is wel heel tof. Ja, dan denk ik dat ik er zo wat door ben. Zijn er nog dingen dat we moeten... We moesten nog zeggen dat we de kunnen een meet and greet winnen met Sean Penn. Gewoon mailen naar andries@oepsenbakkes.be. Amai, zalig hè, zo van die failure notifications in uw mailbox in de max. Moeten we de pronostiekjes nog doen, want dat was ook al historisch de vorige keer. Oh. Dat was goed, hè? Ja. Voor het eerst. Wel, jij wordt zeker oké. Maar eigenlijk de headline van de pronostieken was dat jij eens een keer echt pront, niet weg goed in het moeras. Ja, oh. Ja, maar wow, ergens zit daar een compliment in. Ja, maar... Mijn gevoel zat eigenlijk goed met Glover. Jiri, hij ging eigenlijk winnen als hij niet in je stoeme choke wandelt. Coulda, shoulda, woulda. Ja. Sorry, kijk, ik ook al mijn pronostieken. Deze is politiek klap, nee. Deze is de politiek, hè. Nee, maar kom maar. Maar het was wel close, ja. Wel super dikke fight trouwens, hebben we niet over gehad. Maar... Ja, we kunnen nog doen, hè. Want voor eerst, Want zit ik nu al terug op één, of niet? Wel, de stand is nu... Je gaat ze nog altijd aan de kop. Je gaat 18 op 21 juiste... Allee, dat zijn de punten. Dat is hier een handsom mensen. Ja, 18. Maar ik en de Jan zitten nu op 17. Wauw. Ja. En ik dan 16.
Jij zit op 13. Maar jij hebt al twee, cijfers in je score. Dat is lang niet geweest. Maar ik kan er nog in halen. Jij kunt nog alles. Kunnen jullie eens alles pakken wat ik niet pak? Jij zult beginnen, hè. Ja. Jij gaat weer tactisch doen wat ik doe. Maar wil jij, want jij moet ook altijd beginnen. Ik wil wel eens beginnen. Met ja. Voilà. Okay, aan begin. Ik van boven naar beneden. Israel Adesanya tegen Cannonier. Jan? Ik kan toch Adesanya. Oeh. Ja. Wie staan Robin de volgende? Ja. Dan is Pedro is laatste. Oké. Okay. Ja, ik kan ook Adesanya pakken. Ik had het er zelf al op staan. Easy, de staalbinder. Ik pak nu wiskundig Cannonier, maar ik hoop dat Adesanya wint. Dus ik ben de geboren winnaar, want als Adesanya wint, zijn ik blij. Als hij verliest, win ik van alle. Maar je gaat niet naar boven in de punten, hè? Cannonier, ah, jawel, hè? Ik ik zie de upset misschien wel als een mogelijkheid. Je mag hier wel, morgen, volgende keer als we hier zitten, als je gelijk hebt gehad, je mag het erin vragen. Natuurlijk. Ja, zoals ik weer ga zeggen dat Paddy de Baddy in deze studio is uitgelachen. En dan hebben we allemaal zijn naam staan zingen. Op een politiecombi. Maar jij denkt altijd dat wij geen fans zijn van Paddy de Baddy, hè? Niet genoeg. Niet genoeg. Waar zijn de klakjes? Waar is het Paddy? Hoe noemden ze een tegenstander? Hè? Hoe noemden ze een tegenstander? Dat weet ik niet. Wat deed hem geten gisteren? Dat weet ik wel. Alles. Pizza. Alles. wat heb ik nog? Tweede fight. Volkanovski tegen Holloway. Jan. Ja, Volkanovski. Volkanovski. Ja, ik had het ook al geschreven, Pedro. Holloway. Het is wel een interessante tactiek al van de Pedro. Ja, maar ik... Ja. Ik surfelde echt voor mij. Pedro, wat was er? Zijn twee dingen. Twee goeie dat ik wel kunnen gebeuren. Wat was dat? Dat zijn twee upset potentiëligen. Wat was dat weer? Had jij niet de Klassico? Wat was dat weer? Dat jij de 5-0 bestelde? Ik stoef niet graag, want ik ben eigenlijk ook maar een gewone kerel. Maar ik ben goed in voetbalvoorspellingen. Maar ik weet dat jij toen ook ongelooflijk veel shit hebt gehad en dat dat echt zo opgedoofd is omdat jij er één goal naast zat of zo. Ja, maar soms voel ik de dingen wel aan. Ik denk nu dat ik ook wel... Vorige keer had jij trouwens als enige die Talia Santos en ik vond eigenlijk dat ze had gewonnen, maar dat is een ander topic. Maar. Had jij je overwinning met eer dragen of had jij klein zijn? Heel klein, in alles wat ik doe. Strickland tegen Pereira. Battle of Rucht. Goh, maar je niet. Wie Strickland kiest, volgt zijn ideeën ook. Hè? Pereira. Ik denk dat we bij Pereira ook niet te diep moeten graven. Ook niet, denk ik. Nee, dat is waar. Ja, Pereira toch. Misschien even, dat hebben we wel gedaan, want dat is toch wel iets... Jan, daar zit jij goed in. We hebben eigenlijk nooit een technical breakdown gedaan voor Pereira en Strickland. Kunnen we dat nu nog even hebben doen? Want ik wil dat eigenlijk zelf ook weten. Goh. Want Strickland, gelijk dat je het er straks al gezegd hebt, dat is, die wint wel, maar... Hij heeft wel goede striking defense. Als je naar zijn stats kijkt, wordt hem eigenlijk niet zo heel veel geraakt, terwijl het hem... Dus hij heeft een vrij veilige stijl. Hij doet heel hard van, ik wil brawlen en kom van in het midden staan en rammen tot de dood. Maar eigenlijk speelt hem heel veilig, heel veel met zijn jab. Hij controleert in distance goed. En dat gaat hij wel tegen Pereira moeten doen. Alleen denk ik dat Pereira alles wat Strickland heeft, ook al wel gezien heeft. En als het dan een striking battle is, want Strickland is eigenlijk niet zo'n mega grappler of een heel goede worstelaar. Allee, we hebben het toch nog niet veel gezien. Dus ik denk wel dat het rechtstaand zal blijven. En dan denk ik dat Pereira toch nog net een trap te hoog is en wat te hard klopt. Dus Pereira. Ja. Rond. Pereira ook. Ja, denk het ook wel. Het enige wat ik heb met Pereira is zo... Ik heb dat wel gezien, maar die is niet blijven hangen. Terwijl ik zo... Hoe is hem? Dat weet ik niet. Hij is binnengekomen met die vliegende knie. Maar dat is ook tegen wie was dat natuurlijk. En dan de tweede fight was ook gewoon met een decision. Tegen ook weer iemand dat niemand kent. Terwijl Strickland... In kickboksen heeft hij echt iedereen een raas gemipt. Ik weet het, maar er zijn er nog geweest. Spong was ook... De dreiging van die takedown verandert heel je spel. Ja, want Strickland ook niet zoveel pressure in. Die zit in your face. Hoog volume, kom naar voren. Ik kon naar Pedro pullen en ik ga naar Strickland. Nee, ik wil Andersen. Maar je bent altijd met twee. Je bent altijd anders, Pedro. Je bent altijd anders. Maar Robin, jij wordt Pereira, hè? Ja. Twee Pereira boys, Strickland. Ja. Oké. Okay. Dan de vrouwen, Lauren Murphy tegen Misha Tate. Jan? Goh. Moeilijk, hè? Ja, dat is... Sowieso een decision. Ja. Sowieso een decision. Ik zie Lauren Murphy dan toch nog eerder winnen. Ja? Ja.
Ik denk dat hij nog net iets meer dat, in de groeiende lijn van haar carrière zit. Dat vind ik, ik heb die nog nooit iets zien doen waarvan ik echt zeg, wauw. Terwijl bij, als ik herinner hoe dat Holly Holm even gechoked weer door Misha, dan denk ik, dat vond ik dat al een grotere... Een groter ja, moment van briljantie dan Lauren Murphy vind ik echt. Kun je één moment herinneren van Lauren Murphy? Nee, nee. Ik volg gewoon die trainer en dat vind ik een hele goeie eigenlijk. Wie is dat? Ja, zo Dr. Andy Galpin. Hij is zo'n rustje. Funny because it's true. Oh. Bob Savendeer. Ik heb een boek van Bob Savendeer. Die net zo'n boek geschreven. Ik heb dat ooit... Ja, dat is het langste aan aanschouw dat hij is. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Alex. Maar ken je dat niet? Dat is een heel goed spel. Dat is me elkaar kut cadeaus geven. Dat moet, als je zo echt niet gaat doen... Dat zal toch... Bob Savendeer graag horen. Ja, nee, maar dat is van die, zo'n bio van iemand. Of zo ik, Jackie Lafon. Dat is ook zo'n goeie. Of zo MS-DOS 1997. Nee. Zo'n boek. Anyhow. Ja. Ja? Take a Lauren Murphy dan. Murphy. Oh, nou, ik kan Misha Tate pakken, maar ik niet alles tellen als de Jackie wil. Zie, maar gewoon net nu mijn tactiek door en dan Mina ook toe te passen. Hij was gewoon met de sport bezig, Pedro. Misha Tate voor mij ook. Maar hoewel dat ik eigenlijk... Oh, ik mijn gevoel zegt ook die Lauren Murphy. Ja. Ik pak Lauren Murphy. Nee, hij heeft Misha gezegd. Zeg, ja, ik pak wat ik wil. Ja, ja, maar... O'Malley... Munoz, ga jij O'Malley pakken? Maar daar zijn we nog niet. Dat vertelt niet deze technieken. Pedro, ga je het nog zeggen? Robin heeft Misha gekozen, hè. Dan pak ik Lauren. Oké. Dus dan is het weer hetzelfde. Murphy. Ja. Tegen twee mannen. Want ik pak ook Misha Tate. En dan Sugar Sean tegen Pedro Munoz. Ja. Jan begint. Ik kan toch Sugar Sean pakken. Nee. Zie dat je dan er wel kritiek op en ja, maar je kiest hem wel. Hè? Ja. Ik denk dat, dat hem wel goed is. Het enige gevaar is, Pedro Munoz heeft wel mega goede calf kicks en low kicks van op distance. En dat is Sean O'Malley zijn, je kunt dan letterlijk zeggen, zijn Achilles heel benauwd, zijn zwakke enkels en knieën. Dus dat gaat hem wel veel aanvallen. Maar ik denk dat Sugar Sean het toch kan doen met zijn range. Wat een geweldige vechter. Hey, maar ik kijk hem eruit wel. Schone vechter wel. Dat is de cards. Dat is de match dat ik wil zien. Ja. Trouwens, de laatste van op zijn bakjes. Mijn excuses dat ik uw naam even niet had moeten voorbereiden. Maar die gaat trouwens live zien en die ging iets laten weten. Dus. Ja, die ging naar Las Vegas. Die luisterde ook en zei, kan er zijn. Top. Ik had toch wel zoiets... Dat wil ik ook echt dedication. Doen. Vegas moeten we wel eens doen. Ja. Hè? Als er dan weer niet een of andere programma moet opgenomen worden. De podcast award. Ja. Die week bij Misha Tate toen, dat was ook met Fight Week in Vegas. En je had toen veel gaan kijken? Dan zijn we naar... dat was... Whittaker tegen Romero was toen de main event. Oh, ik had gezien toen. Ja, ja. Schoon. In Vegas. Ja. Ik ben de Phantom of the Opera geweest. Celine Dion. of zo Cirque du Soleil. Oh. Siegfried and Roy. Ja, ja. Only Siegfried. De Tiger went Tiger. Siegfried and Tiger. Ja. Trouwens, we hebben een trouwfan, die is zeker een Erik Watté, dat is een grote baas van Woestijnvis. Heet je macht? En die luistert soms twee keer naar een aflevering van ons. Dus ik zou willen zeggen, dank u Erik Watté. Wij kijken allemaal naar u op, maar ik kan u ticketten voor Las Vegas regelen. Ja. En je mag zelf mee. En we doen er een camera bij. Kunnen we niet zo voilà. Een online? Ja, maar dat mag je hem toch wel doen als fan. Stuur ons gewoon naar al die events. Wij komen terug met sappig nieuws. Nee. Toch? De festivalreporters. Voilà. Ja. De UFC. Ja, Vegas wil ik ook wel eens doen. Ik ben wel in Vegas geweest, maar zo niet... Ik denk dat het wel berenwarm zijn dan. Maar die fight week is echt tof, want dan is elke dag iets te doen. Ja, je hebt zo die fan-expo's. We hebben er nu eigenlijk niet zoveel naartoe geweest, maar je hebt wel heel veel te doen. Ja, inderdaad, als je een cd wilt gaan afgeven aan iemand of zo, kunnen we... Nu zie je echt denken, waarom heb je dat verhaal verteld? Deze achtervolgt mij 100 jaar. No shame. Muzikale carrière. Nee, helemaal niet. Totaal niet. Maar dat is wel een lullig moment. Nee, goffie, ook, omdat je zo door het. Maar je hebt zelf ook al eens aan die andere kant gestaan. Hè? En dan krijg je ook van iets. En dat die zegt zo. Je bent zo een num. En dan is zoiets. Oh. Dus je was gewoon al. Zijn arm stond al zo muscle memory gewijs op. We waren toen die week ook zo naar zo'n meet and greet van Nick en Nate Diaz geweest. Die met een Aitan de Papa. Grote fans toen. En dan ook echt zo'n mega rij om daar dan zo aan te komen. En dan echt zo zwaar tegen een goesting, zo'n handje en dan zo'n foto. Echt? En dan echt zo, oh my, never meet your heroes. En het gezicht, I'm also a fighter. Ja, ongetwijfeld. Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar, ja.
Dat is een beetje lame, inderdaad. Die meet and greets is zo, ja, gevoel dat die ja, maar, tegen een goesting, daar zitten net de meeste. Maar dat is ook wel, ik vond dat er ook leuk, want dat was ook in Londen, die Q&A, dat is toch gewoon plezant. Ah, ik heb dat niet gezien. Nee, maar ja, verkeerde trein. Maar dat is nog wel een verschillende Q&A, dan er zo gelijk een hapje te moeten zitten en gewoon zo 1000 mensen. Ja. Maar dat was, ik heb de indruk dat ze in Europa in het begin, want die keer dat wij dat gedaan hebben, was dat echt lang geleden. En toen waren de events ook wel kleiner. Mm. Allee, dat is wel de laatste jaren dat je dat voelt, dat dat, gelijk zo in Duitsland gewoon zien, gelijk een J-check die nu gestopt is, ik heb dat nog gezien, hè, tegen Peña toen in Berlijn, en dat was dat. Een man of 5,000-6,000 of zo. Dat kun je niet voorstellen. Dat je, hey, we hebben nu like, een zot Tomorrowland gewijs ontikken zijn, maar een jaar of 6 geleden... Ja, die Fight Nights worden dan ook groter nu. Die Fight Nights, die €80 hè, van een Fight Night. Gustafsson... Komt er nu een pint mee en een klak? Ja. Wel een mooie kan halen. ja, dan zijn we er wat, denk ik. Hè. Dan ik wil ook wel iets eten voor mijn kater, zo'n burgerken of zo. Is dat weetkutten? Zonder als je het broekje niet hebt. Zout. Nog iets toe te voegen? Want ik vond u weer geweldig, Andries, ja, als leider van deze bende. Ja, ik moet, ja, in deze zetel moeten leiden. Hè, zo de Aster, dat is een Asterzetel, hè, deze. Ah, is dat? Ja, Aster. Ja. Maar die klas is wel gedisciplineerder, heb ik de indruk. Je ziet ons ook graag, hè. Ik maar je zegt het gewoon op een andere ik manier. Ik zou niet anders willen. En Misha Mara, straks nog eens opzetten eigenlijk. For life. Wat was hier de grootste hit eigenlijk? Suck my tits? Nee, ik weet het niet. Nee, sorry, maar ik ken... alleen nu vind ik dat last, want dat is een fantastische mevrouw die ik persoonlijk ken, dus lachen, het kan allemaal, maar respect moet er ook zijn. Okay. Dus Misha, let niet op wat deze heren zeggen. Okay. Op deze mooie woorden kunnen we afsluiten. Zoals steeds, bedankt om te luisteren. Wij zijn er terug ergens eind juli, want op 30 juli is het UFC 277. De rematch. Juliana Peña tegen Amanda Nunes. Ik ga kijk bedenkelijk. Nee, ik moet niezen, dus ik ga okay. Tijd om af te sluiten. Als je deze leuk vindt, zeker abonneren. Als Sam Kerkhoff onze ticketten betaalt, dan is het minste dat we kunnen doen dat we vragen om te abonneren op Friends of Sports. En tot volgende keer. And we love Erik Watté. Sowieso. For the tickets.